zal ik erachter komen. Wie dat bericht gestuurd heeft, naar mij. Nu heb ik een gast. Wat is dat? Dimitri! Dimitri! Ja, ja. Ja, Lars. Wat heeft dat te betekenen? Oh, shit. Rojas is ons ambt. Traceren. Toen dat ik dat briefje had gestuurd dat de rondleiding doorging, heb ik deze afzender gebruikt van hier. Wat de dood is een idioot. Idiota! Doe jij niks? Sorry, chef. Ik zal wel een berichtje terugsturen. Jij gaat niks meer terugsturen. En jij gaat me niet meer lastig vallen. Alexandro, het is inmiddels weg, hè? Stuur naar het Rojas waar de plaats van de grot is. Nee. Dimitri die heeft nu geen tijd meer. Stuur wat erin ligt. Ik wil ze zo snel mogelijk hebben. Begrepen? Oké, ik zal een brief sturen wat erin ligt. Jezus. Dat is een crimineel. Ja, alles vind ik van hem. Verboden wapenbezit, heling en diefstal. Hij wil dat ik die andere ingehaald van de Spaanse koning. Dat ga ik niet pakken. Nieuw bericht? Maar dat kan niet. Dat IP-adres komt van hier. Nu ga ik iets te weten komen, Rojas. De heer Rojas, u wordt om 10:00 verwacht op het kasteel. Gegroet. Ja. 10:00. Dat is binnen een kwartier. Een boksafluisteraar. Dimitri Versega, ik weet van uw plan. En het gaat u nooit niet lukken. Ik ga die ring halen. Ja? En ik geef die niet aan u. Nee, ik ga dat naar een museum brengen. Ja? Daar hoort dat thuis, achter slot en grendel. Net zoals u. Jij denkt toch niet dat ik die ring aan jullie ga geven? Nooit. Jij bent een crimineel. En dat blijft zo. En jij moet achter slot en grendel. En daar zal ik voor zorgen. Brekkie Rojas. Smeerman. Ik moet rap die ringen halen. Voordat het te laat is. Nee. Rojas, ik kom af, man. En ik maak hem kapot. Zeker weten niet. Het is juist 10:00. En niemand te zien. Dat teken op een hier ook. Dat is het tweede perkament. Met dit perkament vindt u de schat van onze oude koning uit Spanje. Volg de weg naar de grot. Naar daar. Ik moet zo snel mogelijk die ring hebben. Want als die in verkeerde handen valt,
Dan gaat Spanje kapot. En dat zou een ramp zijn. Ja, Rogers.